We hebben hier spons, en niet zomaar spons, maar ananas spons. Vandaag hebben we voor jullie What's in my poetskist. Deze nieuwe poetskist staat in deze grote box. We hebben namelijk een poetskist gesponsord gekregen van Unique Horse. Het is echt zo'n stevige kist. Echt groot. En je kunt hem ook op slot doen, dus het is echt ja, wel goede kwaliteit. En, ja, super handig als je vaak weggaat of op concours gaat en heel vaak wedstrijden rijdt. En ja, het is gewoon een hele stevige box en er past super veel in. Wij en eigenlijk het best handigste is wat je in je poetskist hebt. Ja, bij iedereen is dat natuurlijk anders, maar wij laten zien wat wij gewoon fijn vinden om altijd bij ons te hebben als we een poetskist bij ons hebben. Dus dat gaan we laten zien. Dit deel dan. Oh! Je hebt trouwens super veel verschillende kleurtjes in. Ja, ook nieuw. Hier zitten de sleuteltjes bij, want je kunt hem zo hier opzetten. Nou, zoals je ziet zitten er heel veel verschillende vakjes in. Je kunt deze dingetjes zeg maar eruit halen. En dan kun je verschillende vakjes maken, hoe groot je het wilt hebben. En dit dingetje zit erin, los op. Dus kun je er ook uithalen, verschuiven. En ja, hier zit merkje weer. Oh, dat is het opgestuurd. Ik ben intens gelukkig. Nou, laten we beginnen met het kleine bakje. Nou, het kleine bakje. Ja, je kunt zelf kiezen of jullie erin laat, maar wij vinden het wel handig om dingetjes in te doen die je snel kwijt raakt. We hebben elastiekjes hier. Elastiekjes is altijd heel handig. Zo, je paard heeft hele lange manen. En sowieso als je op de boer gaat of zo. Dan heb je extra elastiekjes mee. Of voor jezelf. Ja, ik vergeet wel eens mijn elastiekje en dan doe ik zelf een paar elastiekje in mijn haar. Het is niet het beste, maar een tip. Gewoon een rol met elastiekjes van mensen haar mee en leg het in je kast. Of in je boer. Ja. Als je weer weggaat. Oké, dan hebben we nog, zeg maar, ja, ik wil het eigenlijk even zo laten zien. We hebben hier allemaal snoepjes in, liggen los. En, en dan hebben we hier. No, oh, oh ja, oh, wat snoepjes! Kijk eens. Hij ruikt naar kaas, hoe kan dat? Oh, hij ruikt. Ja, Enfield! Heet het nu ook af dan? Hij wil het niet. Want die zijn gewoon handig om mee te nemen. We hebben iets voor de manen. Ik denk zoiets van anti-klit. Koelings gel. Stel je paard heeft een iets dikkere pees. Kun je dit erop smeren. Heel handig. Of je hebt heel intensief gereden of getraind of zo. En iets voor de huid als die geïrriteerd is. Dan hebben we hier zeg maar drie vakken. En in het ene vak hebben we zeg maar verzorgingsspulletjes. Of ja, stel dat er iets gebeurt voor wondjes. In het middelste vak hebben we de borstels. En hier hebben we zeg maar de shampoo dingetjes. Het eerste is gewoon een zweepmes. Dat is altijd heel handig als jij hebt gesprongen en je wil je paard afsponsen en je hebt geen zweepmes. Dan heb je gewoon een zweepmes in je poetskoffer en het past er ook heel makkelijk in. Dan hebben we hier een potje met vaseline, want het is gewoon altijd handig om mee te hebben. Dan hebben we nog een magic brush. Dat is altijd heel handig. Daar kun je heel snel vuil mee verwijderen. En je kunt de achterzijde van de borstel ook nog gebruiken als zweepmes. Ja, dus als je geen kleine zweepmes hebt of zo, dan is het heel handig om een magic brush in je poetskoffer te hebben. Want ja, die heeft zeg maar twee functies. Dus. Hebben we hier een flesje met V3Cent. En dat is gewoon super handig voor wondjes of de ogen van je paard zijn geïrriteerd. Of, ja, het is gewoon super handig als je dit bij je hebt voor zekerheid. Dan hebben we nog Betadine Scrub. Stel je paard heeft heel last, ja, heeft snel last van geïrriteerde manenkam en staart. Kun je daar ook met Betadine kunt insmeren. En stel je paard heeft een wondje, dan is het handig om het eerst met Betadine te ontsmetten. Dan hebben we pseudocreme. We hadden een tijdje dat Savannah had haar neus verbrand. En dan ja, hebben we dit erop gesmeerd. Dan hebben we nog een sponsje. Deze kun je, een schuursponsje, die kun je gebruiken om de hoeven schoon te maken. En voor het invetten, dat kan ook heel handig zijn. Wij gebruiken het voor invetten meestal. Dit is een poetshandschoen van schapenwol. Het is voor de glans. Het is altijd heel handig om wat bij je te hebben. Dan hebben we hier spons. En niet zomaar spons, maar ananas spons. Die heb ik alleen volgens mij op AliExpress gekocht voor echt 20 cent of zo. En ja, spons. Ja, het is gewoon super handig om je paard af te sponsen of zo.
Nou ja, ja, waspostel. Ja. Ja, je moet gewoon natuurlijk ook je paard schoonmaken. En we hebben natuurlijk een volgorde daarvoor dat je eerst met die borstel begint. Ja. Dus die borstels hebben we allemaal in te kijken. Waspostels. En een zachte borstel. En een manenkam. Voor het vlechten natuurlijk. Of je wil je paard knippen en heel doorkammen. We hebben een verminator. Dan hebben we nog een halsselblok. Stel je paard heeft halsseleitjes, kun je het snel wegvegen, ja, halen. Dat is heel makkelijk met dit ding. Kijk, hier hebben we ledergel. Voor als je snel nog iets, zoals op horse fans hadden we, dat we snel nog iets inbouwden vet. Omdat het heel erg had geregend en het zag er weer mooi uit. Ja, kon het snel even invetten. Ja, met het sponsje. En dan begon een mini van, want je hebt niet superveel nodig daarvoor. Dan heb je nog een hoevenkrabber, ook niet onbelangrijk. En nog hoefteer, speer, hoefvet. Om, ja... Bijvoorbeeld op wedstrijd wil je natuurlijk dat je paard er mooi uitziet en zo. Dus dan is dat zo van. En gewoon om je look te verzorgen. En dan hebben we nog een harde borstel en een hoofdborsteltje. Dat is ook altijd handig. En dan komen we bij het laatste vakje. Oh. Hier zit nog een manenborstel, gewoon om de manen goed door te borstelen. Hier zit vliegenspray in. Vooral voor de zomer is het zeker niet onbelangrijk dat je paard gewoon in kan sprayen met vliegenspray. Babydoekjes. Nee, die was ik al kwijt. Die, ja, gewoon als je het hoofd van je paard schoon wil maken als er een stof op zit, of de neus, als hij straks eet, dan is het heel handig om bij je te hebben. Dan hebben we nog shampoo van Cowa Magic en dat is ook altijd heel handig om de voetjes schoon te maken of als je de voetjes wil, want dit is speciaal voor ja, speciaal voor wit, whitening shampoo voor de voetjes. Dan hebben we gewoon nog shampoo, dit hebben we van Leo Vet gekregen toen. En dit is gewoon voor alle paarden en het is gewoon echt heel handig als je gewoon een extra flesje met shampoo mee hebt, want shampoo maakt gaat heel snel op. En dan hebben we nog een detangler. Als je echt klitten hebt in de manen staan en je wil hem gewoon echt mooi maken, dan is het heel handig om dit eerst in de manen te doen en hem dan goed door te kammen. Maar ik zou het niet, als je gaat vlechten, zou ik het niet in de manen doen, want het is heel moeilijk met vlechten. Nou, dit waren dus alle spullen die wij een beetje noodzakelijk vinden die je in je poetskoffer hebt. Iedereen heeft natuurlijk iets anders als een poetskist, maar ja, we hopen dat jullie een beetje inspiratie hebben nu. En misschien zie je nog wel dingen hier en denk je van, oh, dat is echt wel handig om erin te hebben. Ja. Ja. We zijn heel blij met deze poetskist en we willen nogmaals Nick Horse hartstikke bedankt. Dus als je zelf ook zo'n mooie poetskist wilt, haal het. We zullen even een linkje onder in de beschrijving doen als je ook zelf deze poetskist wilt bestellen. En hij zit in allemaal verschillende kleuren, dus ja. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En nog even een blauw duimpje omhoog. Doeg! Die lijkt mij wel bij het